onze collega, internist Kwakwari, had een hele goede presentatie over hoe het hem gelukt is om hypertensiebehandeling op afstand te doen. Hem is het gelukt, en dat is echt wel een behoorlijke prestatie, omdat het technisch lastig is, om de patiënt zijn bloeddruk zelf thuis te laten meten, 2 keer per dag, en dus chronische patiënt daarmee in de gaten te houden. En hij liet zien hoe, aan de ene kant hoe lastig het is, maar aan de andere kant hoe mooi en hoe goed inzicht je daarmee krijgt. Nou, er was veel enthousiasme daar en je ziet toch dat mensen vooruitgang boeken. En op het moment dat je met je eigen ding bezig bent, dan heb je het idee dat je de enige bent die in Bulthoven moet. Think big, start small en doe het samen. Waarom? Als je in je eentje iets wil doen, dan kom je nergens. Dus met meer, dan ga je verder komen. En met doe het samen bedoel ik ook vooral vanuit het ziekenhuis met de eerste lijn. En je niet te laten stoppen door beren op de weg, die er mogelijk wel zijn. Maar vooral beginnen. En je ook niet door de cultuur die er is. Hè, van, oh jee, er is iets nieuws, dat wil ik niet beginnen. Je niet laten weerhouden om iets nieuws te gaan starten. Ja, ik vond bijvoorbeeld dat van die bloeddrukmetingen en dat patiënten dat kunnen invoeren. Zodat je dat gewoon gelijk op je scherm krijgt. Dat vind ik een heel mooi initiatief. En dat zorgt dat de lucht komt tot de poli. En voor de patiënt is het ook heel fijn, dus het is voor iedereen wel winnen, denk ik. De grootste barrière namelijk van innovatie is niet financiering, is niet de techniek, maar is altijd de cultuur. Dus als je zelf het voortouw neemt om dat te gaan organiseren, dan is eigenlijk daarmee succes verzekerd. Dat het nog heel erg ingewikkeld is en heel erg lastig is. Maar we begonnen ook eigenlijk de hele workshop begonnen we ook eigenlijk, wat is het doel van deze workshop eigenlijk? Het doel is eigenlijk om geïnspireerd naar huis te gaan. Om geïnspireerd naar huis te gaan om eigenlijk aan de slag te gaan. Want dat meer dan 90 minuten workshop, een hoger doel kan je eigenlijk niet bereiken als mensen gewoon geïnspireerd zijn om met innovatie en in dit geval netwerkzorg aan de slag te gaan. Laten we kijken naar de inspiratie uit het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Dit is een foto van het moment dat wij Epic Go Live hadden. Hè? Zoals de meesten weten is Epic niet de Eureka, maar ik denk wel dat wij als ziekenhuis kunnen zeggen dat wij het kleinste ziekenhuis in Nederland, misschien Europa, misschien zelfs in de wereld, die Epic hebben draaien. Dus dat zegt wel iets over de ambitie van ons ziekenhuis. Wat heel belangrijk is, waarom hebben wij gekozen voor Epic? Ik denk dat dat echt wel iets wat al 5 jaar terugging. Wij zijn een klein algemeen streekziekenhuis. Dus weinig staf, om zo maar te zeggen. Maar ik denk wel dat met juist een klein ziekenhuis je vaak heel veel kan bereiken. En dan is Richard Branson toch wel echt wel een innovator, mogen we wel zeggen. Is dat je niet moet denken van het is niet mogelijk. Het klinkt goed, laat het gewoon doen en kijken wat er gebeurt. Wat dan heel belangrijk is, is want wat moet je dan wel doen? Hè? Kijk, waar we als zorgprofessor tegenaan lopen is vaak heel veel informatie. Wat je dus echt moet doen is juist informatie tonen aan de patiënt, aan de professional. Als je bij een bepaald dokter zit, wat ziet hij dan op zijn scherm? Niet een standaard scherm voor een chirurg, standaard scherm voor een internist, maar echt gewoon een op de maat gemaakt beeld. Juiste format, juiste kanaal en het juiste moment. Wat je niet moet hebben, is denk ik wat dit plaatje aangeeft, dat komen wij ook regelmatig tegen als internisten. Dit moet je dus niet doen. Dus ik denk ook dat wij moeten leren van wat wij beter kunnen. Wat we ook niet moeten doen, en dat is natuurlijk waarom ik hier sta, is doorgaan op de oude werkwijze. Laten we eerlijk zijn, allemaal internisten hier, hoe vaak zien wij onze patiënten voor de standaardcontrole? Chronische nierschade, hypertensie. Sorry, ja, dat is toch eigenlijk gewoon onzin in de huidige tijd. Kijk, dat is de reden waarom ik dit... Ja, ik wil die veranderen. Ik ben er klaar mee om een patiënt gewoon 3 tot 4 keer per jaar te zien met een hoge bloeddruk, waarvan ik weet dat het deels witte jas is en het zegt helemaal niks. Dus in plaats van, op dat moment toen we Epic hadden, want ik denk dat dat echt heel belangrijk is, dus in plaats van zeggen wat de patiënt moet doen, patiënt meer coachen. Dus ik denk dat, dat hebben we allemaal gehoord. En de praktijkervaring leert gewoon dat het veel beter gaat.
Maar dan heb je wel natuurlijk iets nodig wat het ondersteunt. Je kunt niet een brug bouwen met alleen maar zand. Dat is ook onmogelijk. Dus we hadden het op dat moment Epic. Wat je dan wel hebt, is dat als je een EPD hebt die dat wel kan, dat je de data naadloos kan integreren. Het moet gebruiksvriendelijk zijn, ik denk dat het heel belangrijk is. Er is een echtpaar die het doet. Wat zie je dan in ons dossier? Ik denk dat dat wel heel mooi is. Wat je dan ziet is dat, dit is wat ik dan zie als ik een dossier open, is dat je hier al ziet wat de gemeten bloeddrukken thuis zijn van de patiënt. Dus bij de eerste oogopslag, als ik mijn dossier aanklik, zie ik al, oké, dat is van de laatste maand. Dat is niet slecht. Als ik daar nou op inzoom, dan zie ik wat de ontwikkelingen waren geweest van de afgelopen tijd. Ik kan hier ook een doel instellen. En dan zie je ook hoe vaak zo'n patiënt thuis heeft gemeten. Dit was een patiënt die had opgenomen met hypertensieve crisis. Lag 4 dagen op de intensive care. Maar je zag dat bij ontslag zijn bloeddruk nog ver van ideaal was. Maar je ziet wel, naarmate de weken vorderden, dat zijn bloeddruk steeds meer op streef. Normaliter zagen we zo'n patiënt iedere week, leg je 1/2 uur aan de bloeddrukmeting, maar nu zag ik gewoon continu dat het steeds beter ging. Nou, dit is dan voor de onderdruk. En dan zie je hier dus inderdaad de trend. En dan als je kijkt naar de laatste tijd, dan zie je gewoon dat het gewoon een stuk beter gaat. Dit is een ander patiënt. Deze meneer die woont de helft van de tijd in Den Haag. Andere helft heeft hij een vakantiehuis in Garderen. En hij wil iets vertellen. Mijn naam is Paul Gerritsen. Dokter Moei heeft me gevraagd u deelgenoot te maken van mijn ervaringen met iHealth. Ik kan er zonder meer zeer positief over zijn. Wat is het geval? Werd ik regelmatig gemeten, 1 keer per kwartaal, door assistent van de huisarts. Maar dat was voor mijn gevoel altijd op afstand, een beetje prijsschieten als het ware. Dat is niet totaal anders, want nu meet ik dagelijks 2 keer zelf mijn bloeddruk. En dat is kinderlijk eenvoudig, de handeling zelf en het doorzenden naar het ziekenhuis. Het grote voordeel is dat ik anders dan voorheen me meer betrokken voel bij wat er gebeurde. Niet dat ik invloed kan uitoefenen, maar het is altijd weer spannend om te zien wat er dagelijks gebeurt. En dat je een overzicht krijgt van dagelijkse veranderingen, fluctuaties die heel voorzichtig zijn. En dat geeft een gevoel van betrokkenheid waar ik zeer tevreden over ben. Kortom, iHealth is voor mij zeer positief. Nou, hij heeft het over iHealth, dat is het bloeddrukapparaat die we gebruiken. Als we eerst hebben over kansen, deze patiënt die zie ik eigenlijk nooit meer eigenlijk. Ik kom niet meer volledig via het EPD, dus minder ziekenhuisbezoek. Dus die man die kan gewoon, of hij in Garderen is of in Den Haag, ik weet hoe zijn bloeddruk is. Reële bloeddrukwaarden, laten we eerlijk zijn, al die nieuwe richtlijnen die vorig jaar zijn uitgekomen. Minder kans op overdosering, want de patiënt van de vorige met de daling van de bloeddruk, op een gegeven moment heb ik zijn medicatie teruggezet, voordat hij echt klachten kreeg van orthostase. En ik denk dat dit ook hopelijk een stimulans biedt voor de directe omgeving van de patiënt. Want als je gewoon meet, ja, dan maak je anderen ook weer nieuwsgierig. Maar hoe is het dan bij mij? Knelpunten, nou die zijn er zeker. Kijk, in deze pilot hebben wij als ziekenhuis de bloeddrukmeters zelf aangeschaft. Maar ik moet zeggen dat de laatste patiënten die ik nu opzet, die kopen het allemaal zelf. Die zeggen, dokter, 40 euro, wat is dat nou? Want zo'n meter is 40 euro slechts. Techniek, dat is heel belangrijk, want het werkt op dit moment nog niet met Android. Ik heb net vorige week gehoord dat het waarschijnlijk aan gaat komen. Met een beetje mazzel, eind van dit jaar is dat operational met Android-toestellen. Nu hebben we het alleen maar geschikt gemaakt met 1 bloeddrukmeter. Ondersteunen met problemen. Wat doe je als het bloedtoet er niet meer doet? Want op een gegeven moment bij een vorige patiënt had hij per ongeluk bloedtoet uitgezet. Van, oh ja, ik wil weer aanzetten. Dus naar wie ga je naartoe? En nu hebben we iemand die heel betrokken is. Daarmee kan communiceren. Maar dat werkt niet als jij honderden patiënten gaat zien.
Dat is dan meteen ook de ziekenhuisbrede uitrol. AVG, grip op data van iHealth, die bewaart de data in een cloud. Hoe doe je dat? Vroeger die consult door zorgverzekeraar. Ik denk dat we bij de start van dit project hebben we daar überhaupt niet mee bezig gehouden. We hebben met name bekeken, lukt het ons om het in ons EBD te krijgen? En dit was eigenlijk gewoon niet eens belangrijk. Wel had onze manager ICT een business case gemaakt met hoeveel consulten ik deed in 2015. Hoeveel mensen ik zag met hypertensie. En hij rekende uit, als we al die mensen in plaats van 3-4 keer per jaar zouden zien, 1 of 2 keer maximaal, de intakegesprek en nog 1 keer vervolg, dan zou het mij voor de hypertensiepatiënt alleen al ongeveer 100 uur schelen. Voor de ondersteuner, dus een dokterassistente, 300-400 uur. Dat betekent dat de tijd die vrijkomt, kun je besteden weer aan andere dingen. Dus consulten, meer tijd. Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Dus als take-home message, ik denk dat dat echt, wat ik Jan natuurlijk ook meermaals heb gezegd, je moet het gewoon doen. Je moet het doen door met name vanuit onze professie van wat vinden we belangrijk. Wat is gewoon niet meer van deze tijd?